Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de YouTube Donkeys. Dit is de Bandirma. Wat is dat voor boot? We gaan het je laten zien, evenals deze F5 straaljager. Gemaakt in Nederland en hij staat in Turkije. Heb je honger? Dan ga je uit eten of je bestelt wat in de app. Die hebben ze in Turkije ook. Het heet Yemek Sepeti. We gaan laten zien of die werkt. En moest je vroeger naar de tandarts? Nou, dan was je nog niet jarig. Dat valt echt niet mee. En dan gaan we naar Amazia. Een hele mooie toeristische plaats en daar ga je alles van zien. Hallo, ik ben Erik. En ik ben Joke. Samen zijn wij de YouTube Donkeys. Dit is hem dan, de Bandirma, de boot waarmee Atatürk van Istanbul naar Samsun vluchtte. Wat vertel jij? Ja, de Bandirma boot was out of service in 1925 en daarna hebben ze hem de hele boel gesloopt. Maar ze hebben hetzelfde model van de Bandirma boot met dezelfde afmetingen heeft de gemeente Samsun opnieuw gebouwd. Dus eigenlijk worden we gewoon Maar... Zo kan je het ook zeggen, inderdaad. Hij staat alweer 21 jaar. Nou oké, als ze maar lang genoeg laten liggen is hij vanzelf weer antiek. Ja, als je je afvraagt waarom hij niet vaart, hij ligt dus gewoon op de kant. Ja, oké. Ik denk dat ding ligt in het water. Dat dacht ik ook. Nou, vooruit. Kijk wie daar even zitten. De hele familie notabelen. Ja. Zitten hier een beetje vakantie te vieren. Nou, mooi man. En geen drank op tafel. Zie je dat? Zit je nog op koers? Ja, hier spreekt de kapitein. Wil je naar stuurboord, dus linksaf, dan moet je in het rode balletje knijpen. Wil je naar bakboord, dan moet je in het groene balletje knijpen. En wil je gewoon een beetje sturen, zo van de lol, dan zie je wat er nog over is gebleven van het stuur. Maar het gaat om het knijpen in deze balletjes, als je wil weten hoe je vaart. Niet moeilijk, maar je moet het even door hebben. Klopt dat echt? Ja, dat klopt echt. Wat dacht jij dan? Geloof je me weer niet? Nee, natuurlijk niet. Het is echt waar. Degene met de boot onder ons, die weet of je ligt of niet. Nee, het is gewoon waar. Nee, het is waar. Komt u maar. Voorzichtig. Zo. Gelukt dat je een broek aan hebt, geen rok. Heel diep. Wat? Dat doe je zelf aan. Loop maar door. Naar beneden. Echt wel interessant hoor wat hier allemaal te zien is. Maar het is zo gek, iedereen loopt de verkeerde kant op. Wat zal er toch aan de hand zijn hier op die Bandirma? Kijk. Ja, we hebben inderdaad, als ik de pijltjes zo zie. Ja, maar zeker vanaf het begin. Ja, hebben wij een afslag gemist. Ik vond het best leuk. Vond je het leuk? Ja. Nou ja, volgende keer gaan we de goede route lopen. Ja, met jouw schuld. Ja, echt niet. Maar goed, we zijn toch bij de uitgang gekomen. Onvoorstelbaar. Kijk, dit is een torpedo. Oftewel een torpidosu. Nou, halk idee. Dat is een best ding. Ja, ik zal eens even kijken hoeveel meter. Je moet je niet achter in je... Maar ik ga het even meten, ja? Ja, je meet maar. 1, 2, 3, 4, 5. 6 meter, die moet je niet achter in je reet krijgen. Die zijn echt gevaarlijk. Oh, luister eens. Je hebt iets van jou en je hebt iets van mij. Van mij. En dit is? Dit is een mijn, oftewel in het Turkisch een mayini. Mayini. Hoe die heet, heet die. Maar als die aan je schip hangt, dan is dat niet goed. Nou, aan het schip hangen lijkt me dan niet zo erg, want als je er tegenaan rijden, dan zeggen ze wel eens boem. Ja, niet goed. Nee. Dan hebben we er nog meer, maar dat zijn dezelfde. Nou heb je nog een anker, dat geloven we wel. We gaan naar het vliegtuig kijken, hebben ze ook hier. Ja, dat kunnen we deze kant op. Deze kant op. Kijk, dat is het vliegtuig. Ben jij vandaag pilootje? Nee, dank je. Het is een vliegtuig. Dat heb je heel goed gezien. Applaus. Heel goed. Nou, ik dacht dat het onderzeeën was hoor. Dat is... Nee, dat kan wel, maar dat is niet de bedoeling van zo'n ding. Dat is één keer duiken en dan ben je aan de beurt. Ja. Kijk, nou, het ziet er echt mooi uit. Spectaculair uit. Man ding, hé. Je kent er zo onderdoor. Wat erbij staat. Niks, het is een lampje. Als we zo'n ding hadden, hè, hoef je niet met de camper helemaal naar Nederland te rijden. Een F5. Een F5, ja. Hollanda, kijk, gemaakt in Holland. Aha, Hollanda. 1972. Ik denk dat die gewoon in Holland gekocht is. Gekocht is, maar... Dus no. De F5. Heel goed, de wereldberoemde F5. Niet de F4, de F5. Dat is het. Onthouden. F5 heb je ook op toetsenbord, hè?
Je lied? Nee, vernieuwen. Pagina vernieuwen. Oké. Ja, dit moet ook nodig vernieuwd worden. Ietsje naar beneden draaien. En dan moet je hem precies kunnen raken. Dan moet je hem net hebben. Zie, denk je niet? Ietsje zakken. En hier, wat denken ze? Hier een kogeltje. Vingers, wat denken ze? Dat denk ik dat wil. Kijk eens aan, hé. Mooi. Dacht je dat we in Nederland veel Afrikaantjes hadden? Maar hier in het park. Ik had mijn tuin nog helemaal vol, hoor. Ja, mooi, hè? Mooi. Ja. De bloemetjes uitgebloeid en dan heb je allemaal zaadjes. Ja, dat hebben die Afrikaantjes, hè? Ja. En heb je de, krijg je er steeds meer, hè? Dat is de bedoeling van Afrikaantjes. Ik vind ze echt mooi. Echt schitterend mooie plantjes. Goedemorgen. Ja. Waar zijn we beland? Waar zijn we beland? In Samsun, zonder G, hè? Dus niet van de telefoons, maar de plaats Samsun. En waar staan we? Op de camping. Van? De gemeente. Vertel. Lekker, alles bij de hand. Je kan hier waterskiën, gaan we niet doen. Je kan hier als je vrouw of onder de 10 jaar bent, kan je naar het zwembad. Ga ik niet doen, want daar mag ik niet in vandaag, vrouwendag. Dus we gaan straks maar met de fiets een rondje rijden. Ik denk dat het verstandigst is. En hebben we al gezegd dat het de camping van de gemeente was, hè? Dat zei ik. Ja. Net wat je zegt, wij gaan zo meteen lekker een stukje fietsen. We blijven, zijn we hier al een tijdje en we hebben hier dan 3 nachten dat we hier blijven. Lang, man. Om even lekker een beetje bij te komen van Zeker. Het reizen. Ik ga een hapje bestellen. Oeh, hoe vind je lekker. Dat is de app werkt. Kijk aan, we hebben eten besteld. En wat je nou ziet gebeuren in de app, dat hij is onderweg. Hij is er bijna. Het zal nog wel even zoeken worden. Die meneer kennende, hij stopt nou. Nou, we moeten nog een stukje verder. Hè. Kijken of hij dat gaat vinden. Rijdt hij voorbij? Halla, halla. Snapt hij het? Ja, dat moet hem zijn. Waar is hij? Reed hij die kant op? Dat is niet de bedoeling. Hij moet hier wezen. Hij moet de ingang weten. Hier is de ingang, dus het kan toch niet moeilijk zijn. Super! Deze keer reden. Arika, deze keer reden erin, collega Elsen. Kijk aan, daar hebben we hem. Het pakketje is gearriveerd. Ongelooflijk dat dat zo werkt, hè? Het eten is klaar, ik heb gekookt. Joe! Dus jij hebt de app van thuisbezorg.nl? Nee, het is yemekcpeti.turkije. Oh, en hebben we het ook? Dit heb jij besteld? Dit heb ik besteld. Ik denk, we gaan het eens dus eventjes kijken wat het is. Wat moet je voorstellen? Het is kip met rijst en nog van alles en nog wat. Het is gezond, geen dikke hamburger of andere vette patatmeuk. Alhoewel, er zit wel weer patat bij, ja. Advertjoont. Af je het onzoen, zal ik zeggen. Iets smakelijk. Heb je wel gezien dat ze ook een toetje hebben meegedragen? Nee, dat is het drinken. Oké. Okay. Ah, kijk, een chocolaatje erbij. Een chocolaatje. Ja, het is toch werkelijk af is het, hè? Ik moet erover zeggen, het was verrukkelijk. Kijk. Lekker. En kijk eens aan, zo zie je dat er ook nog een beetje gewerkt wordt. Want het is natuurlijk niet altijd maar een beetje vakantie houden. Er moet af en toe ook wel wat gebeuren. 20 minuten video, dat kost nog wel eventjes tijd. En dit is dan het uitzicht van de gemeentecamping. Nou, je ziet het, een hartstikke mooi watertje. En het sanitair gebouw ziet er ook allemaal keurig netjes uit. Ze hebben hier een nationale sport hier op de camping. Dat is een soort waterskiën aan zo'n kabelbaan. En die trek je dan zo rond dat meer. We hebben het gezien hoe dat werkt. En je kan dan over die grote schansen kan je springen. Hartstikke leuk. En wat gaan wij doen? Wij gaan dat dus gewoon niet doen. Want dat ziet er allemaal niet echt ongevaarlijk uit. Je bent al een tijdje beter, vertel. Het fietsenrek eventjes gerestaureerd. Oh, mooi. Hij begon een beetje scheef te zakken. Ja. En een paar dingetjes even veranderd. Die dingen die aan de deur vastzitten. Ik heb gelezen op internet dat je die moet lijmen aan de deur. En die zaten gewoon los. Dus ja, dan is het allemaal net, hè. En we hebben de dingen waar de fietsendragers in zitten. Die zaten helemaal op het eind. Die zaten zo. Dus hij leunt hier als een gek op. Ja. En nu gaan we het wat meer zo doen. Want dit rek zit meer. Die kant. Zie je, die zat eerst nog verder die kant. Nou, we hopen dat alles bij elkaar, dat dit genoeg is om het vredeprobleem weer op te lossen.
mooi. Dan kan er allemaal weer opgehuurd worden. Daarom, langzaam maar zeker. Kijk eens aan, we kunnen bijna weer verder. De fietsen zijn weer achter op het rek gemonteerd en zitten lekker vast. En we gaan eventjes het waterniveau controleren. We gaan de wc even leeggooien. En dan zijn we weer helemaal klaar om te vertrekken. Twee lekkere rustdagen gehad in Samsung. Zeker. En we gaan nu naar Amasya. Amasya? Ja, ik heb. Dat is een plaats, dat is ongeveer 400 meter boven de zeespiegel. Er loopt de rivier doorheen. Het moet een hele mooie plaats zijn met heel veel geschiedenis. Dus de omgeving moet heel mooi zijn. Dus ik ben benieuwd en ik geloof niet dat we weer dat we teleurgesteld worden, want we worden nooit teleurgesteld, geloof ik. Wat zagen we? De Mercedes van Atatürk. Misschien wel de originele, weet jij veel? Dat kun je vragen, hè? Oh. Dat is wel mooi, hè? Oké, wij gaan dus naar Amasya. En we kwamen dus net die mooie auto tegen. Ja, als Atatürk voorbij komt, moet je even stoppen, hè? Ja, ja. Er was ook een trein. Een mooi park hier. Weet je wat? Gadverdering. Ja. Weet je wat tijd wordt? Nou. Dat we naar het gezondheidsmuseum gaan. Dat misschien wel. Misschien ja. Hebben ze wel middeltje voor jou. Oh, vast wel. Gaan we even kijken, dat is hier in de buurt. Dus, ik kan niet weten. Ik denk dat je hierin moet. Ja, kun je daar verder met die zandbult? Jawel. Kijk eens even. Ja, dat kan. Hoppa. Dag veelpleger of verpleger? Wat was hij vroeger? En veelpleger? Ik heb ooit in het gesticht gewerkt, dus dan krijg je korting. Daar houden we van. Nou, dit is voor mijn tijd. Laten we het daar even op houden. Maar oude rolstoelen. Kijk eens, als je nog een houten been nodig hebt. Kun je wel mooie geld in verstoppen. Dat kan wel, ja. Ja, we hebben andere plekjes voor. Hè? Oh, nou kijk, als we geen YouTube-films meer maken, dan kunnen we altijd hier nog wat spullen meenemen. En dan gaan we andere films maken. Vind je dat een idee? De dokters hadden toen ook al mooie tasjes. Zeker. Met gereedschap. Tjoe. Blij dat ik geen patiënt ben. De tandartsafdeling. Ja, inderdaad. Ja, met spuitjes, hè? Met spuitjes. Kijk, daar heb je nog een boor met handbediening. Ook altijd leuk. Ga er wel in. Röntgenapparaat. En als je het tegenwoordig niet zo hebt op een tandarts, dan raad ik je aan om dit museum eens eventjes goed te gaan bekijken en zien hoe dat vroeger was. En dan zit je echt tegenwoordig veel relaxter in die stoel. Ik vond dat best even een leuke stop. Ja, dat is weer veel anders, hè? Ja, gezondheidscentrum, museum in Samsung. Nou, dus, van alles hebben ze, van heel oud tot heel nieuw. Ja. Dus we kunnen zo een operatiekamer beginnen, heb ik het idee. Best interessant. En na deze toch wel onverwachte stop gaan we vrolijk weer verder. En dan krijg je weer vreemde verkeerssituaties waar je in Turkije toch even rekening mee moet houden. En dat zijn bijvoorbeeld zebrapaden. Soms stoppen ze wel, in dit geval toevallig wel, en soms stoppen ze ook niet. Dus daar is ook rekening mee te houden dat er af en toe gewoon hele gekke dingen gaan gebeuren. Maar ook daar wen je aan. We gaan het binnenland in, we gaan 400 meter hoog naar de hoogvlakte. Want daar ligt het plaatsje Amasya waar we gaan kijken. Zullen we maar eens even een plekje zoeken om te lunchen, hè? Lijkt me wel. Ja, we hebben net bij de Wim brood gehaald en ik heb hopelijk lekkere abrikozenjam. Denk je? Dus ik hoop dat die lekker is. Is het abrikozenjam? Zullen we het zien? Als het een mooie parkeerplaats is, doe maar voor. Blij dat we net toch al gestopt zijn. Want... Ja, want meestal hier in de Rimboe vind je geen supermarkt, hè? Zeker geen Bim, wat onze favoriete supermarkt is. Het is wel goed dat we even gestopt zijn. Wel even duidelijk, daar hebben wij geen boodschappen gedaan. Nee. 40 kilometer hiervoor. Ja, dat is ook groot. Lunch op en weer verder naar Amasya. Zeker. En daar gaan we dan. We vertrekken uit Samsung en we gaan naar Amasya. Een ritje van maar 120 kilometer. Maar toch eventjes een uurtje of twee rijden. Dat maakt niet uit, want er is vaak genoeg te zien onderweg. Je verveelt je eigenlijk nooit in Turkije, dus dat is wel een voordeel. Er kan van alles gebeuren, dus je moet wel goed op de weg blijven letten. En zo bereiken we dan het stadje.
Nou, het is wereldberoemd in Turkije. Iedereen kent het eigenlijk wel, want het heeft heel veel toeristische dingen. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk om daar eens even te gaan kijken als het niet te toeristisch is, want daar houden we natuurlijk ook niet van. Het moet wel een beetje authentiek blijven, zoals wij altijd zeggen. En dat is het zeker. Er is trouwens ook nog een soort feest aan de gang waar we toevallig middenin belanden. Er hangen allemaal vlaggen, hangen er. Want wat is er aan de hand? Het is het feest van de geslaagden. En dit zijn dus die antieke huisjes waar dit stadje heel erg bekend om is. En ze hebben ook nog koningsgraven. Heel erg hoog. En hoe doen we dat nou meestal als we in zo'n nieuw stadje aankomen waar we nog nooit geweest zijn? De camper parkeren en dan gaan we er eventjes rustig te voet op verkenning wat er allemaal te zien is in zo'n stadje. Nou, je ziet het al, van alles en nog wat. Voornamelijk toeristische dingen. En daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan, want we gaan niks kopen, want we zijn met onze camper en daar past helemaal niet zoveel in. Dit is trouwens een muur. Ik moet nog eens even praten met die metselaar die daar dat werk gedaan heeft, want echt strak is het ook niet. En zo zie je dan hoe het uitzicht is. Er is een rivier die loopt dwars door het stadje heen en daaromheen gebeurt eigenlijk van alles. Een brug eroverheen en zo kom je in het oude gedeelte van het stadje. En in het oude gedeelte, daar gebeurt het eigenlijk. Het Hasseland Museum is een origineel Ottomaans huis, 1865 gebouwd. Daar gaan we nou een kijkje nemen. Weet je wat ze hier wel hadden? Heel mooi uitzicht op de koningsgraven en op het kasteel. Daar gaan we morgen heen. Deze kamer is een beetje iets mooier groter. Maar hij speelt ook op zijn fluit, zie je dat? Kijk, en de meeste mensen slapen nog zo in Turkije, hè, op de grond. Nou ook wel heel veel nog in de dorpen. Ik vond het best even leuk. Ja, om eens een keer zo'n huis te zien, zo'n groot huis. Dat is echt groot. Was boven had het al 8 kamers, hoor ik in de jeugd. Dus, ja, maar ik heb ook wel 10 vrouwen geteld. Hè? Dus er is wel meer familiewoning, zoals ze in Duitsland noemen. Dat zou me ook niet verwonderen. Dus niet zeker, zeker weten van niet. We gaan verder. Jawel, dat past wel. Jawel, dat past wel. Nee, dat past niet. Hij rijdt het hele zonnescherm. Nee, want ze doen het zonnescherm omhoog. Kijk. Thailand met de markt met de trein, waar de trein langs moet. Hè? Ja. Die ga je ook wel met de auto langs, ook al kan het niet. Jawel, kan wel. Kijk, ik doe het liever niet met onze camper, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Even wat anders, kijk wat een mooi muurtje dat huis heeft. Waar we net gekeken hebben. Weet je wat we nu zien? Een kattenhuis. Door de gemeente. En kattenvoer, katten eten, katten drinken. Zal er een Chinees restaurant in hier zitten? Ja, dat zal denken. Oh ja, nog even een waarschuwing van mij. Ben je boven de 1,50 meter, hou rekening met uitstekende delen hier in Turkije. Want het kan nog wel eens misgaan en dan stoot je gewoon je hoofd. Nou, kijk aan. We gaan een beetje verder lopen. Dit is mevrouw Johanna. Die gaat eventjes de toerist uithangen. Want die ziet van alles leuke dingetjes, allemaal mooie souvenirs. En die gaat ze natuurlijk allemaal niet kopen. Want, zoals ik al net zei, we hebben genoeg van dat spul en het past allemaal niet in de camper. Wel echt toeristisch is natuurlijk een paar fotootjes maken en dan hoor je er helemaal bij. Dan val je ook niet zo op hier in Turkije in dit toeristische gedeelte. En ze hebben mooie haakwerkjes, ongelooflijk. Joke kijkt ernaar, maar ze koopt het niet. Dan nog eventjes iets over het oversteken. Er is een groot verschil tussen oversteken voor mannen of oversteken voor vrouwen. Vrouwen, zeker als ze blond zijn, daar stopt iedere Turk voor. En je kan gewoon naar de overkant lopen. En dat werkt niet voor mannen, daar rijden ze gewoon door. En dan is het ook nog even tijd voor een bakje koffie natuurlijk, want anders hou je het helemaal niet vol hier. Wij hebben onze tijd een beetje verdaan met koffie drinken, thee drinken, ja, water drinken, koffie, thee drinken. Okay. Nou gaan we eten. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat onze camper eigenlijk zo lelijk staat, ja, dat we daar liever nog niet in zitten. Want ik moet nog ondertitelen, hè? Oh ja, ook nog. Dus, dat moet vanavond nog gebeuren. Daar ga ik vanavond mee beginnen. Okidoki. Is dat niet een beetje dom? Dat is dom. Ben je in Amasya, ja, en dan ga je bij een Gansja Teple eten? Ja, dat is eigenlijk wel fout, hè? Maar ja, maar het is wel heel lekker dat eten. Ik denk dat het goed gaat komen. We gaan kijken.
ik geloof dat je een goede tent hebt uitgezocht. Ja, daarom even googelen en dan komt het helemaal goed. Hè? Zeker weten. Ja, Nou, zo te zien krijg je standaard soep vooraf. Oh. Er kan er wel bij zitten, denk ik. Nou ja, we zien wel aan de prijs. Dat moet goed zijn. Oeps. Ja, dat is goed. Ziet er goed uit. Krijg je hem open? Ik krijg hem open. Super. En een beetje boerkool. Mhm. Dat is wel handig, hè, zo'n draaiend bakje. Dat ze gaat alle kanten op. Als je dat wil eten, dan vliegt die bak alle kanten op. Ik heb net even dat mooie, ding gefilmd. Dat mooie ding gefilmd, want ik vind het gewoon gezellig zo. Ja, het is echt hups, zoals ze in Duitsland zeggen. Ja. Hups. Nee, mooi. Ja, ik ga geen hups zeggen, maar ik zeg mooi. 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 Oké. Okay. Mooi. Nou, mooi. Even de keuken filmen, dat is ook leuk. Waar is dat? Collega's. Sta je in de keuken, word je in één keer door de buurman die baklava verkoopt in je kladden gegrepen en moet je eventjes bij hem gaan kijken. Oh. Nee, Guzel, ja. Boer, zaden? Verstikkelen. Verstikkelen. Pas leer. Daar maar. Guvendeer, kaliteit. Super. Terwijl jij in de keuken zat te filmen, heb ik toch al de helft van mijn lever opgegeten. Lekker. Kijk. Je treft het maar weer hier, hè? Jam. Heb jij een koekje gekregen? Die straks, hè? Hebben we van beneden gekregen, van de buren. Kijk eens aan, alles opgegeten. En dat was toch even weer lekker, heerlijk gegeten. En dat kun je in Turkije hoor, altijd eten we lekker. En we sluiten natuurlijk ook altijd af met een kop thee. Want dat hoort er gewoon bij. En dat was het weer voor deze week. Volgende week kan je zien hoe wij soms moeten kamperen. De plekjes zijn krap, maar je staat in ieder geval op een mooie parkeerplaats. En dan gaan we eindelijk de Koningsgraven bekijken. Want dat is toch het belangrijkste waar Amesia onbekend is. En zoals je ziet is het enorm hoog. En dat is natuurlijk niet zo verstandig, want Joke die had juist hoogtevrees. Maar ja, dat moet je overwinnen, want als je er één keer bent, dan zie je dit uitzicht over de mooie stad. En waarom is dit park in Turkije vernoemd naar de president van Zweden, Olaf Palme? Dus weer een bomvolle aflevering volgende week. Vond je de video leuk? Geef even een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe het dan nu.